Jullie daar. Wel, wij moeten even praten. Ja, want ik heb een enorme grote mededeling te doen. Let's go. Hallo mensen, mijn naam is Jordi en welkom terug op dit fantastische YouTube-kanaal Jordi's Nature. Ik zei daarnet dat ik een enorme grote mededeling heb te doen en dat klopt, maar die ga je horen op het einde van de video. Maar eerst. Een aantal maanden geleden ben ik een video tegengekomen op YouTube dat sprak: ik maak al 10 jaar video's op dit platform. YouTube dus. En toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe lang doe ik het nu eigenlijk al? Ik ben toen naar mijn allereerste video gegaan die over de Ardennen gaat. En die bleek van 2018 in oktober te zijn. Nu, als je goed kan rekenen, is dat in principe 6 jaar geleden. Maar om eerlijk te zijn, ik ben een jaar ook gestopt met video's maken. Door redenen waar ik het nu vandaag niet over ga hebben. Want daar heb ik al eens een video over gemaakt. Maar die tel ik er natuurlijk logisch niet bij. En toen zat ik eigenlijk te denken, laten we eens samen gaan terugblikken naar hoe mijn YouTube-kanaal eigenlijk echt is gestart. Want mijn YouTube-kanaal is niet in 2018 gestart. In 2010, 29 december, heb ik mijn allereerste video ooit geüpload. En dat was D-Police Global Europa 2 DR. Het ging over een spel, een online game, waar je met duikbootjes tegen elkaar moest gaan vechten. En daar stak ik redelijk veel tijd in. En ik had zoiets van, waarom maak ik daar dan geen video over? Dit heb ik ongeveer volgehouden met een zestal video's. En dat was onder het kanaalnaam Kraken69. Ja, Kraken69, je hoort 69. Oh ja, het funny getal. Had daar niks mee te maken, voor de duidelijkheid. Het is gewoon dat het lekker klinkt. Kraken69, Kraken69, dat klinkt toch wel lekker. Dit is trouwens nog altijd mijn game alias de dag van vandaag. Geloof mij, super grappig. Ik had ook direct het gevoel dat ik eigenlijk iets meer moest gaan doen dan alleen maar zitten gamen achter mijn scherm en het eigenlijk ook gewoon moest tonen aan iemand. En dan had je het platform YouTube waar je gebruik van kon maken. Ik maakte over D-Police ongeveer een zestal video's. Daarna schakelde ik over naar het spel Dark Orbit. Fun fact, dit spel heb ik een tijdje terug opgepakt, puur uit nostalgie. En ik speel dit nog de dag van vandaag ook nog af en toe. En ik vind het super leuk. Maar toen destijds heb ik daar ook video's over gemaakt. Ongeveer een viertal video's. Maar eerlijk is eerlijk, deze video's waren eigenlijk heel saai. Hier was geen stem in te horen van mij. Hier was geen beeld van mij. Het was enkel gewoon het spel met muziek. En dan nog wel copyrighted muziek. Want toen destijds kon dat nog, nu niet meer. Deze video's kan je overigens niet meer terugvinden. Deze zijn allemaal op privé gezet. Dus de enige footage die je hiervan zult zien, is de footage in deze video. Op 2012, 3 september, ben ik toen overgeschakeld naar Nederlandstalige video's. Mijn allereerste video's waar ik mijn stem gebruikte, dat waren voor iets meer gekendere spelletjes, zoals Minecraft uiteraard. En dan heb je ook nog Portal 2, Slenderman en nog een aantal andere kleine games. En daar liet ik voor de allereerste keer op YouTube mijn stem horen. Ook trouwens, fun fact, er is ook een Minecraft-serie met Martijn, mijn editor, de dag van vandaag. Kijk eens naar mij. Wacht. Ik moet eerst de pickaxe maken. Dus als je die ooit een keer wil zien, deze Nederlandstalige video's staan dan wel nog online. Dus als je die een keer wil kijken en je wilt gewoon echt keihard cringen. Als je level 5 wordt, dan hoor je opeens zo mega veel belletjes klinken. Zo tilililililu. Zo mega raar. Want dat doe ik toch wel als ik mezelf hoor in die tijd. Oh, hier moet je opletten. Hier moet je opletten, hè. Want hieronder... niet dat metaal. Dan moet je die echt even kijken. Is hilarisch, maar op een hele foute manier. Nou kijk, wat ik in mijn kont vond. Oh mijn god. Dit ging ongeveer door tot 2013, 26 juni. En toen besloot ik,
om mijn gamekanaal trailer te maken. Een soort van aankondiging dat dat een officieel gamekanaal ging worden. En dat deed ik door een video die ook nog overigens online staat, waar ik uitleg dat het ja, officieel een gebeurtenis ging worden. Ik ging een gamekanaal starten. Maar ondanks dat ik een fantastische video en heel veel editwerk en dergelijke en script en zo heb gemaakt, toen heb ik dat zelf nog gemaakt met een oude buurjongen. Dus kijk jij oude buurjongen, hallo! Maar ja, super lang geleden, super cringe, maar verder dan dat is het eigenlijk nooit gekomen. Voor mij was het redelijk raar om voor de allereerste keer mijn gezicht te zien op een scherm, op internet. En voor heel veel andere mensen sloeg dat ergens wel aan. Ze zeiden van ja, je kan het eigenlijk wel. Je hebt een klein beetje dat presentatorachtig iets in je. En je steekt er ook heel veel energie en moeite in. Dus doe daar wat mee. Maar ik voelde dat gamen toch minder en minder en minder aan. Dus ik ben dan ook daar eigenlijk niet in verder gegaan. Wat wel verder is gegaan, dat was mijn Engelstalige video's. Hello guys, my name is Craig69. Jawel, ik ben overgeschakeld naar Engelstalige video's. In die Engelstalige video's, wat deed ik daar precies? Nu ja, ook gamen. Dat was op het spel Drakensang Online. Wat is Drakensang Online? Om het even kort uit te leggen. Dat is eigenlijk RuneScape en World of Warcraft samengematcht. Het is een MMORPG die ook online is. Ik was daar een forum admin, dus ik had bepaalde rechten. En ik kon ook gewoon dingen tonen aan mensen. Wat ze bijvoorbeeld in de toekomst van het spel konden verwachten. Op deze video's genereerde ik ongeveer een 5.000 tot 10.000 weergaven. Dat was eigenlijk veel beter dan de dag van vandaag, wat ik met mijn dierenvideo's eigenlijk nu kan genereren. Maar waarom ben ik daar dan toch mee gestopt? Dat horen jullie straks. Maar mijn Engelstalige video's, ja, dat was eigenlijk wel leuk. Ik stak daar ook veel tijd in. Ik had ook een grote naam op dat spel. So, we are back. We're gonna walk slowly to the quest. Daar ging het eigenlijk niet over. Maar om den duur, het gamen, dat ging er ook een klein beetje meer uit. Want ik was toen afgestudeerd, ik ging toen alleen gaan wonen en dat online gamen, dat zakte een beetje weg. Dus ik had daar ook minder tijd voor, minder zin in, maar dat video maken, dat bleef een beetje in mijn bloed zitten. Dus ik moest daar eigenlijk ook wat mee gaan doen. Die Engelstalige video's overigens, om daar kort op terug te keren, dat heb ik 2 jaar lang gedaan. En weet je wat echt leuk is aan deze video's? Daar kan je eigenlijk echt uithalen waar Jordi's Nature is ontstaan. Dat klinkt raar, maar als ik dit ga zeggen, dan snap je het wel. Bij deze Engelstalige video's gaf ik uitleg aan mensen wat ze in de toekomst moeten verwachten. Hoor je het? Ik gaf uitleg aan mensen wat ze moeten verwachten. Dus informatie geven aan mensen. Dat deed ik toen al. If you are level 45, it's a good omelet. But nothing. It's not good enough to be level. To wear it on level 50. Wat ik ook deed, dat waren bepaalde series. Ik had Q&A's, ik had Clicks on Cubes. Ik ga nu niet uitleggen wat Clicks on Cubes is. Maar daaruit haal je al dat er verschillende series zijn. Zoals nu bijvoorbeeld, hoe verzorg je een natuurlijke mening, adventures en ga zo maar door. Dus je ziet al waar het een klein beetje aan het sprouten is tot eigenlijk wat nu de volle bloei is. 2 jaar lang was er toen niks meer op mijn kanaal. Ik wou heel graag video's maken, maar het gamen zat er toch niet echt meer in. Maar wat ging ik toen gaan doen? Wel, toen ik 24 jaar was, ging ik alleen gaan wonen voor de allereerste keer. Dus ik had terug vrijheid in wat ik kon doen en wat ik toen bij mijn ouders niet mocht doen. Over mijn ouders gesproken, even een insider. Vroeger, toen ik nog klein was, had ik ook al dieren. En dan spreek ik over bitsprinkhanen, wandelende takken, schorpioenen, kakkerlakken en ga zo maar door. Geen pissebedden overigens, die had ik niet. Maar wel andere dingen. En eerlijk is eerlijk, die zaten heel, heel slecht. Zo slecht dat mijn ouders toen ook zeiden, nu is het genoeg. Mijn ouders besloten
Ook omdat ik co-ouderschap had, dus ik moest de dieren elke week ook mee verhuizen van moeder naar vader of omgekeerd. En dat ging gewoon om de duur niet meer. Dus mijn ouders hadden besloten, stop met de dieren, genoeg. Tot jij alleen gaat wonen, komen er hier geen dieren in huis. En dat snap ik volledig. Dat snap ik volledig. De dieren zaten niet goed, dat verhuis ging niet goed. Dus dat snap ik, ook naar het welzijn van de dieren, snap ik dat volledig. Maar, daar dacht ik al een klein beetje na over... vroeger heb ik mijn dieren redelijk slecht gehouden. Hoe kan ik dat eigenlijk gaan verhelpen? En daar kwam eigenlijk een beetje het idee vandaan... dat ik eigenlijk wat informatie wou gaan verspreiden naar andere mensen toe... hoe ze eigenlijk de dieren wel op een correcte manier moesten gaan houden. En daar is het lampje beginnen branden. Toen ik alleen ging wonen op mijn 24 jaar... was ik vrij om te doen en te laten wat ik wou. Dus mijn allereerste reptielenbeurs na 10 jaar vond toen plaats. Ik was de gelukkigste man ter wereld. Ik kwam met een terrarium, met een dier en met alle benodigdheden thuis voor de allereerste keer in 10 jaar. Dus ik kon losgaan en doen en dingen en bla 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 bla, wat ik ook gewoon maar wou. En dat was fantastisch. Maar toen stuitte ik op de vraag... ja, hoe verzorg je eigenlijk zulke dieren? En op internet valt er niet altijd evenveel te vinden. Dus toen heb ik maar besloten dat ik eigenlijk een klein beetje de online leraar ga zijn voor jullie. En om het makkelijker te maken met een hapklare informatie. Waar je gewoon met één klikje en dan gewoon achteruit leunen. En met een popcorn of een chipje of een versnapering gewoon informatie kan opnemen. En zodat jij jouw dieren eigenlijk beter gaat verzorgen. Daar is Jordi's Nature ontstaan. Omdat ik... verder ben gaan denken, hoe kan ik dit probleem oplossen? Hoe kan ik mensen verhelpen? En dan nog op een gratis en informatieve en leuke manier. Hoeveel mensen er al niet bij mij geweest zijn op beurzen, doe je goed met je video's of reacties of weet ik veel wat, berichtjes. Geloof mij, dat is super leuk. Ik ga hier ook zeker niet mee stoppen. Ik blijf het gewoon leuk vinden om een beetje de online leraar te zijn. En natuurlijk, we gaan er niet een touwtje om binden. Maar mijn branding, Jordi's Nature, met mijn verkoop op beurzen, helpt er natuurlijk ook mee. Omdat dat een beetje een vertrouwbaar gezicht geeft naar jullie toe. En dat snap ik. Dat snap ik volledig. Dus, nu zijn we volledig rond met eigenlijk mijn verleden van mijn YouTube en hoe het ontstaan is en het idee erachter en zo. En nu komen we natuurlijk tot op het punt waar ik ga vertellen wat nu eigenlijk de grote mededeling zou moeten zijn. En dat is, ik ga verhuizen. Jawel, ik ga verhuizen deze maand in oktober. Dit wil dus zeggen dat ik even tijd nodig heb voor mezelf. Jullie hebben vast al gemerkt dat er de laatste tijd al wat minder video's zijn. En dat heeft er ook allemaal wat mee te maken. Dus hopelijk hebben jullie er begrip voor. En hier is dan ook de uitleg waarom. Wanneer kom ik terug? Dat is de eerste zaterdag van januari 2025. Waarom zo lang? Ik heb gewoon een aantal privézaken te regelen. De verhuis, dat is nummer 1. Mijn nieuwe werk, dat is nummer 2. Ik heb ook de dieren te installeren en natuurlijk ook mezelf. En dat heeft tijd nodig. Maar, niet getreurd, er komen nog video's in die tijd online. Welke video's zijn dat? Wel, het zijn alleen maar adventure video's. De video van Nederland deel 2 en de video van Schotland, die komt ook sowieso nog online te staan. Dus geen zorgen. Ze komen eraan. Dus ik laat jullie niet zomaar achter met een leeg bord. Jullie krijgen wel wat content, maar gewoon iets minder. Hopelijk hebben jullie daar begrip voor. Ook heb ik nog een andere mededeling. En dat is mijn editor Martijn. Die wil helaas stoppen met het editen van mijn video's. Ja, waarom meld ik dit? Omdat ik waarschijnlijk zelf het editen weer ga opnemen. Dus dan moet ik ook nog allemaal dingen voor regelen en dergelijke, want ik heb geen editprogramma en noem maar op. Maar dat eist natuurlijk een beetje zijn tol. En wat is die tol? Dat is dat ik hoogstwaarschijnlijk
vanaf januari niet elke zaterdag meer een video om 8 uur ga uploaden. Nee. Ik heb gemerkt in de laatste paar maanden, ook al had ik veel vrije tijd, dat het toch veel tijd in beslag nam. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn editor Martijn. Er komen sowieso video's aan, er blijven video's komen, blijf het leuk vinden. Maar er moet ook gekeken worden naar mijzelf. En ik denk dat jullie dat wel respecteren, zo niet, ja, grof gezegd, ga weg. Ja, sorry. Maar ja, dat was het. Dus ik zou zeggen, tot januari. En Martijn, als jij nog iets te zeggen hebt over dit gebeuren, zeg het dan nu. En anders knip je het er maar gewoon uit. Ja, zoals Jordi al zei, ik ga dus stoppen met editen. Grotendeels eigenlijk omdat ik zelf ook een heleboel projecten nog heb lopen. En daar stop ik eigenlijk gewoon te weinig tijd in. De Adventures video's, Nederland deel 2 en alle Schotland vlog delen, die ga ik wel nog editen. Daarna neemt Jordi het editen helemaal op zich. Jullie gaan me vast nog wel ergens weer zien, ergens tussendoor bij de footage. Maar je gaat me niet meer als editor zien. Dat was het eigenlijk. Vonden jullie deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te klikken op abonneren en op het notificatiebelletje te drukken. Zo krijgen jullie een melding wanneer ik een video heb geüpload. Want ja, er komen nog video's aan. Dus ja. En dan natuurlijk de podcast. Ja, jawel, jawel, jawel. Wij zijn sinds 15 september terug begonnen aan seizoen 4. Dus hopelijk kunnen jullie hier ook nog wat tijd mee vullen. Geloof mij, als jullie wat meer willen weten over mijn privézaken of over hoe ik op bepaalde dingen denk, dan moeten jullie echt eens gaan luisteren naar de podcast. Super interessant voor onderweg in de auto of te relaxen in de zetel of als je aan het werken bent of in de afwas aan het doen bent of weet ik veel wat. Gewoon eens doen. En ja, hebben jullie nog een vraag of een opmerking? Schrijf die dan zeker beneden in de reacties. Ik sta in Antwerpen in november voor als jullie mij willen zien op beurzen. Ik sta in Insectopie in Charleroi half november. En december uiteraard in Houten. Dank u wel voor deze video volledig uit te kijken. Ciao, mensen. Ciao, mensen.